Welkom vanuit de Johan Cruijff Arena. We zien beide ploegen het veld opkomen onder aanvoering van Danny Makkely, de scheidsrechter van vandaag. In punten gelijk. Ajax net een wat beter doelsaldo dan Sparta. Is de nummer 6 momenteel van de Eredivisie opgeklommen. Naar de 6e plaats dus. Onder John van der Schip. 16 uit 6. Ja, aardig wat kopkracht bij Sparta. Met Veldhuis en Vriends. Het centrale duo. Natuurlijk ook met Lauritsen. Een van de allerbeste koppers van de Eredivisie. En daar is hij. En Ramai met een geweldige reflex. Voorkomt hier de 0-1. Lauritsen net dichtbij. Dat is knap keeperswerk van de 22-jarige Duitser. Berghuis weer naar binnen getrokken. Dan neemt Lienzon zijn positie als rechterspits in. Lienzon die de bal nu wil hebben. En hem ook krijgt van Taylor. Ajax komt in beweging. Lienzon 16 meter gebied in. Taylor. Hakje. Dat is heel aardig bedacht. Bobby uit de draai. Oh, dat is mooi gevoetbald door Ajax. Via Bobby komt de thuisploeg op 1-0. Een Amsterdamse aanval met veel positiewisselingen, met een hakje, met een wegdraaiende spits. Die het uiteindelijk heel koelbloedig afrondt. Beweging bij Taylor, die die aanval zelf opzet, vervolgens ook doorloopt. En Bobby tussen vier man in, weet het uiteindelijk op waarde te schatten, deze hakbal. Het is reunieavond in de Johan Cruijff Arena. Daar de Engelenbak met de oudspelers van het eerste elftal. Veel bekende gezichten met muts. Simon Tahamata, Jari Liebman onder andere. Berghuis. Voorzet van Berghuis bij de tweede paal. Net naast de knik. Geen kopper, puur zang. Dat is een understatement. Bergwijn. Scheelt heel weinig. En zo, dat is een kans zeg. Een enorme kans voor Veldhuis van heel dichtbij. Weer aan de standaard situatie. Lauritsen in de openingsfase. En nu, als die bal verlengd wordt door Vriends, slaagt Veldhuis er niet in om die bal binnen te lopen. Wordt Sparta wat sterker. John van het Schip heeft nog geen moment de rust gevonden aan de zijlijn. Titolano met de voorzet. En Veldhuis staat daar toch weer behoorlijk vrij. Zoals bij Ajax. Een beetje naar elkaar te kijken. Serieuze kans zit voor Sparta. Robbie. Prima aanname van Robbie. Weggedraaid en Marta gelanceerd. Lienzon is mee. Bergwijn is er ook. Berghuis, dat wordt het eindstation. Mooie aanval van Ajax. Maar Olijven komt de 2-0. Aanval die links achterin is opgezet. En uiteindelijk op de afronding van de rechtsbuiten. Ondertussen is de corner al genomen. Buitenkantje voet. En helemaal vrij daar Bergwijn. Zo is best wonderlijk dat het slechts 1-0 is. Taylor. Glijdt weg. Versnelling in het spel komt van Berghuis, Bergwijn. En daar de volgende mogelijkheid. En nu weer niet. Is het Lienzon die baalt? Want daar ging het even snel. Te snel voor de Sparta-verdediging. Overstapje van Bergwijn. Bobby probeert daar nog iets van te maken. Zet in ieder geval zijn voet tussen doelman en verdediging. En uiteindelijk legt Makkely dan de bal op de stip. Dat doet hij leep, Bobby. Want er was eigenlijk niet zo heel veel meer van te maken voor de Ajax-spits. Behalve dan nog proberen om die bal aan te tikken. Die bal die ertussen valt. Kijk, dat is precies wat hij doet. En dan volgt inderdaad de botsing. Olij stopte zijn laatste twee strafschoppen. Hij benutte de laatste vijf. Bergwijn. Interessant duel dus. Olij, Bergwijn. Vlak voor rust. Bergwijn en Olij zitten wel aan. Maar het is 2-0 voor Ajax. Vierde strafschop dit seizoen. Die wordt binnengeschoten door Bergwijn. Maar het scheelde heel weinig. Daar had er een hand tegen. Bergwijn. Doorbewegen van Berghuis, gezien door Bergwijn. En dan de voorzet en daar wordt het geen 3-0. Dankzij een werkelijke voortreffelijke sliding van Van der Kust. Waarbij Lienzon ongetwijfeld al een feest vieren dacht. Maar dat voorkomen wordt door de linksback van Sparta. Negli. Van Verschuren daar weer helemaal vrij opduiken.
Verschuren terug naar Negli. Ja, die heeft een goed schot. Dat is een mooie goal. Dat heeft Ajax echt over zichzelf afgeroepen in de eerste 10 minuten van de tweede helft. Maar wat een fraaie goal van de rechterspits van Sparta. Spanning terug door het doelpunt van Kamil Negli. Zijn tweede van het seizoen in de Eredivisie. De Guzman richting de tweede paal. En dan is het uiteindelijk Ramai die de bal kan oprapen. Als die bal op de voet valt van Lauritsen. Marta. In zijn oude stiel als buitenspeler. Hier is Taylor. Taylor, verdekt schot. Zag Olij laat aankomen, die poging van Kenneth Taylor. Ekpom. Berghuis. Terug naar Tjuba Ekpom. En dan is dat zijn kans. Verijdeld door Olij. Eindelijk weer eens een serieuze mogelijkheid voor Ajax. Rens. Rens, nou, die kan zo rechtdoor. Rens nog altijd. Bal van richting veranderd. Mooie rush van de rechtsback van Ajax. Manel. Schrap. Bal valt dan voor de voeten voor Rens. Maar die raakt hem helemaal verkeerd. Is dit het vaatbankmoment van Sparta? Negli. Goeie kopper erbij dus. Met Eerthuizen. Lauritsen gaat het Ramai nog proberen lastig te maken. Dat krijgt hij ook wel voor elkaar. Hato. Goeie bal van Hato. Ekpom. Ekpom. Dat is een goede versnelling. En ook een goede uithaal. Dit kun je toch wel uitleggen als opluchting in de Johan Cruijff Arena. Kijk ook naar het gezicht van John van het Schip. Maar Ajax trekt het uiteindelijk over de streep. En dan mag het allemaal wat moeizaam gaan zo hier en daar. De opmars op de ranglijst wordt dus voorlopig doorgezet.